Pepijn Lane, beter bekend als Fabiriajo van de Jeugd van Tegenwoordig, heeft op Instagram kort teruggeblikt op het afgelopen jaar en zijn hoopvolle wens voor het komende jaar gedeeld. Bij een foto van hem en zijn zoontje George, geboren begin dit jaar, schrijft de 41-jarige rapper, persoonlijke hoogtepunt van het jaar. Ik bid voor minder walgelijke dieptepunten van de mensheid als collectief in 2024. Ik hou van jou. X. Pepijn en zijn vrouw Coco. Met wie hij in 2015 trouwde, hebben samen vier kinderen: Blake, May Milenne, Liu Lilian en George. Met deze openhartige boodschap reflecteert Papine niet alleen op een persoonlijk hoogtepunt, namelijk de geboorte van zijn zoontje George, maar spreekt hij ook zijn hoop uit voor een betere collectieve toekomst in 2024. De rapper, bekend om zijn bijdrage aan de jeugd van tegenwoordig, sluit zijn bericht af met een liefdevolle noot naar zijn gezin. Een prachtige boodschap van een artiest die niet alleen zijn persoonlijke vreugde deelt, maar ook zijn wens voor een positieve verandering in het nieuwe jaar.